girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Hey wat mensen, welkom terug bij een nieuwe vlog. We gaan vandaag kleine boodschapjes doen, want morgen hebben we veel bezoek. Morgen gaan we eerst naar de kindjes. Ja, dan geen pannenkoeken bakken. Ja, dus papa, ik ga het zo ook laten zien in de pannenkoeken maken. Ja. En we gaan even eerst naar de winkel achter nog wat grief. En we hebben ook afgesproken met een broeder van ons. Ja. Dus mensen, ik hoop dat jullie genieten, want daar is papa. Goedemiddag. Goedemiddag. En dan brengt mijn auto af. Ja, begint al. Dat is rap. Je moet hem niet kunnen neerverzuizen. Dus mensen, wij zijn nu onderweg naar de winkel. En samen met papa, mijn madame is gaan werken. Vanavond is de livestream mensen, dus we komen gerust een keer kijken en vergeet niet te volgen, want we hebben ons 151 abonnees gekregen op YouTube, dus merci mensen, ik ben jullie heel dankbaar, ook ondanks dat ik niet veel film, maar de kijkcijfers gaan goed omhoog en de abonnees ook, dus dat is het belangrijkste. En mijn papa is ook goed bezig op zijn Music for Memories. Music Memories? 827 geleden. 827 geleden al. Dus op naar de 1000 daarmee. Yeah. Waar dat ik ook mede-eigenaar van ben. Beheerder. En die baan mogen zich toch wel een keer aanpassen. Zeg. Ja. Als ze wilt zeeziek worden, moet er nog aan te komen. Ja. Op zijn bepaalde plaatsen. Vooral nog mugtrein. Ja, dat klopt. Nu is het beter, kijk. Ja. Nu hebben we asfalt. Doe het aan de mensen, kijk. Zo, hier is het asfalt. En hier zijn we zoiets aan de beruchte watersportbaan. Ja. Waar dan ze al die jaren roeiwedstrijden doen. Hè? Ja. En daar zit de lei. En binnenkort, mensen, ga ik ook beginnen voor mijn motorrijbewijs. En dan komen er nog leukere vlogjes aan, want dan ga ik met een vlog, motovlogjes beginnen. Dus er komt er nog heel... Het is met Rijschool Merelbeke, vrienden van mij. Ja, en met Rijschool Merelbeke en zijn vrienden van papa. En ik ga volgende week met de broeder, ga ik ook al gaan kijken voor een boek. En voor wat al beginnen leren. Dus als de wintermaanden is, is het beter dat het daar in die wintermaanden dan leert. Ze zitten echt water in de kamer. Ja, en ik ben wel gemotiveerd, want ik heb een belofte gemaakt en daar ga ik me ook aan houden. Dus, mensen... En met de Coastpack staat er ook iets belangrijks op. Ja, en met de Coastpack komen er ook nog vrij leuke dingen aan. Leuk, hoor, ja. Ja, leuk. Gaan iemand helpen? We gaan iemand ook helpen, maar we gaan nog geen namen noemen. Nee. Dat gaan ze wel zien in de video. En... We gaan ook iets doen op Halloween, dus daar ben ik ook al mee bezig mee aan het plannen. En op Halloween ga ik wel al de locatie doorgeven, gaan we naar Sanatorium de Basiel. Want dat staat op mijn to-doen lijstje, dat moet ik gedaan hebben, want ik heb altijd al iets willen doen op Halloween. Mm-hmm. En wat kunnen we dan beter doen op Halloween? Naar zo'n gebouw gaan. Ja. Dat is geen klein gebouw, mensen. De mensen die verlaten locaties doen, die weten wat Sanatorium de Basiel is. Ik zal er een foto in bewerken in een video van Sanatorium de Basiel. En daar gaan we dan ook zijn die weekend van de Halloween. Dus mensen, maar ik ga jullie ook dan ook al vertellen, ik ben niet alleen op die locatie, dus met mijn water bij zijn. Ik ken je al ondertussen, maar ik ga nog andere leden zijn van de Coastpack. En daar ga ik jullie morgen allemaal voor meepakken. Daar ga ik jullie allemaal voorstellen. Dus mensen, merci voor al de abonnees. Op naar de 200. Ja. En tot straks. Ja mensen, welkom terug. Zoals je ziet, dan zijn we thuis. En we hebben ondertussen ook de boodschappen gedaan. En we zijn de pannenkoekjes aan het maken voor morgen al. Want zoals je ziet, het is volkoren pannenkoeken. Half volkoren, ja. Dus zoals je ziet. Lekker deeg, de pannenkoekjes. Moet je smijten, hè?
Oei, hoepsie, hapsa. Oei, oei. Dus mensen, we zijn pannenkoekjes aan het maken voor ons. En proberen. Dus, maar morgen mensen, gaat het sowieso leuk zijn, want we gaan bij de kindjes. En mijn madame heeft, is 3 dagen thuis, dus mensen, wij gaan vanavond ook live gaan. Ik ga zometeen alles al klaarzetten. Ik ben ook ondertussen voorbereidingen aan het doen. Voor het materiaal van morgen. We gaan morgen ook weer naar de Blarenmeerse. En we gaan daar filmpjes maken voor de Coastpack. En we gaan ook de mensen voorstellen die meedoen. Dus mensen, als jullie het willen volgen. Ik ga sowieso een afspeellijst maken. En op Halloween gaan we naar Sanatorium de Basiel. Dus voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Gaan we daar geen event doen. Maar gewoon... een onderzoek voor het paranormale, maar we gaan ook binnenkort naar Antwerpen. Maar daar ga ik jullie later voor, mee pakken. Dus mensen, we zien elkaar strakjes. Spinny. Spinnetje. Ja. Look mensen. Ja, de september is gewoon binnen. Huh? Het is gewoon binnen. Ja. Dus mensen, we zien elkaar straks voor de afsluiter, hè. Ah ja, hè? Hele hip, hele hip, hele hip. Ja. Dus mensen, we zien elkaar later. Hey mensen, welkom terug zoals je ziet. De pannenkoekjes zijn klaar. Maar ik ben niet alleen nu. Mijn baby is thuis. Hoi, hoi. Hoi, hoi, ze is moe. Kijk, ze stikken weer vastje. Kijk, zo weer wegstikken. Zo wegstikken. Dus, ik ga je de pannenkoekjes laten zien voor morgen. Kijk, de pannenkoekjes. Soort de pannenkoekjes. En papa is nog altijd bezig in de keuken. Ja. Nee, kunt je verstaan al mijn pannenkoeken? Van de eerste. Leuk. En ja mensen, hij is gepreorderd. Nee, ja, hij is gepreorderd. Kijk. Ja, weet je. Hij is gepreorderd. Hij vraagt mij die mislukt. Karma. Ja, dan noemen ze karma. Ja. Ah ja, broeder, ik ben aan het kijken naar u, zoals je ziet. Ik ben aan het kijken. Dus mensen, ik wil jullie sowieso bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen een nieuwe dag, nieuwe vlog. En wat zeg je dan altijd, baby? Later. Later.